Hoi, Sjan hier, jouw video range van vandaag. Vandaag ben ik in de desert, zoals je achter me ziet. En vandaag gaan we op bezoek bij de Gila monsters. Die leven normaal altijd in zo'n soort woestijn. Ik ben hier samen met Mark. Hoi. Hoi. Wat is vandaag het plan? Nou, we gaan even kijken bij de Gila monsters. De Gila monsters hebben we achter de schermen. Hebben we 1 of 2 Gila monsters zitten. En die gaan we eventjes het verblijf van schoonmaken. Ja, we moeten ze gaan hanteren. Ja. En ja, Gila monsters zijn wel giftig. Dus we moeten wel heel erg voorzichtig mee zijn. Ja. En we gaan er even bij een andere slang kijken. Oké, nou spannend. Ik heb er wel zin in. We zijn nu op weg naar de Gila monsters. Ik zeg, ik vind het wel een beetje spannend, want het zijn natuurlijk giftige hagedissen. Het zijn met de korte hagedissen net de enige hagedissen die giftig zijn. Ik hoop dat alles goed gaat. Ja, daar vertrouw ik de verzorger natuurlijk wel op. Wat me nu opvalt, we zijn in de desert, dat is eigenlijk woestijn. Bij woestijn dan denk ik vooral aan zand, maar ik zie vooral heel veel rotsen. Ja, het ding in de Arizona woestijn is eigenlijk ook heel veel rotsen, heel rotsachtig. Enorme joekels van stenen. Ja. Oké. Okay. Rotsen houden warmte vast. Gila monsters houden van warmte. Ze gebruiken dus hier rotsen om zich op te warmen. Oké. En in de winter gaan ze onder een rots zitten. Die rotsen houden heel lang warmte vast. Wij zijn toch ietsjes warmer. Okay. Als ze alleen maar onder het zand kan zitten. Dus ze gebruiken eigenlijk de temperatuur van die rots om zelf op warmte te blijven? Ja. Ja. Oké, nou slim bedacht. Ja toch. We zijn nu achter die schermen. En we hebben hier een muizenkweek. En het voornaamste voedsel van de Gila monsters zijn muizen. Hier doen we ze allemaal kweken. Ja, dat hoort natuurlijk ook allemaal bij in een dierentuin. Niet alleen de grote dieren moeten verzorgd worden, maar je moet natuurlijk ook de dieren kweken die gegeten worden. En hier zitten dus 2 Gila monsters in. Ze kunnen niet bij die andere dieren waar het publiek ze kan zien. Omdat dit 1 volwassen man is en je zou gaan vechten met de volwassen man die erachter zit. En we hebben een jong vrouwtje en die moet nog volwassen worden. Oh, okay. Zodat we die ook bij de andere 2 kunnen neerzetten. Dus anders zou het waarschijnlijk niet goed gaan als ze met allebei elkaar zitten? Anders gaat het echt niet goed. Okay. Die mannen die gaan echt met elkaar klokken. En ja, dat willen we gewoon liever niet. Nee, dat was natuurlijk wel te begrijpen, ja. We hebben overal slotjes op, zodat niet iedereen erbij kan. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want het is, ik denk dat het heel veel protocol is om met deze dieren te werken. Ja, Gila monsters zijn niet zo'n hele erg actieve hagedissen. Ze zijn heel erg zuinig met hun energie. Ze zijn wel giftig, dus ik moet wel voorzichtig te werk gaan. Als we mij zullen gaan bijten, dan zullen ze zo te mappen. En aangezien deze dieren ook blijven vasthouden en ze een beetje een soort van kouwende beweging maken, dan komen die speekselklieren waar het gif in zit, komt dan vrij en zullen ze mij toch wel gif injecteren. Het doet heel erg veel zeer. Ik ga er niet gelijk dood aan. Okay. Maar ik moet het wel laten behandelen. Zet ik hem achter de nek. Hij blijft eigenlijk nog bijna doorslapen. Hij wordt nu een beetje wakker. En ik zet mijn vingers erachter. En ik kan hem heel veilig pakken nu. Zo. En hij blijft gewoon heel rustig zitten. Elke dag moet dit opverstappen? Nee, dat wordt gewoon, omdat ze eigenlijk niet zo heel veel produceren, worden ze eigenlijk misschien maar 2 keer per jaar wel geschonken. Oh, oké. Okay. Dus we gaan de winter gaan we in. En, ja. Oké, okay, nou dat is dus echt helemaal niet zo vaak. Dan misschien heel vaak te eten krijgen, 1 of 2 keer per dag, krijgen ze natuurlijk maar over 1 keer in de week een muisje te eten. Dus het is ook veel minder wat ze hoeven te verteren. Dus daarom is het ook wel weer wat minder rotzooi. En natuurlijk omdat ze niet heel veel van hun energie gebruiken, ze zijn heel rustig, hoeft dat bijna niet te gebeuren. Kijk, en wat je nu zo ook ziet, is dat hij aan het vervellen is. Oh ja, ja. Kijk, dus, als hij aan het groeien is, dan gaat hij uit zijn oude huid. Precies. Nou, dan gaan we terug zetten. Dan kan je niet meer lekker doorslapen. Dan kan je niet meer lekker doorslapen. Ja, daar gaat ie.
Wat je dan ziet bij de Gila monsters, dat ze echt zo fel gekleurd zijn. En het lijkt mij dat een soort indicator is dat die giftig is. Is dat altijd zo? Nee, dat is niet altijd zo. Dat is een melkslang. En dat is een rijmpje nog. Dan red touches yellow, geel of fellow. Wanneer rood geel aanraakt, daarmee maakt hij een mens mee dood. Dan red touches black, venom black. Dus wanneer de rode kleur de zwart aanraakt, dan is er niks aan de hand. Dan is er helemaal niks aan de hand. Oké. Ik vond het heel erg leuk om te zien. Ik had eigenlijk niet gedacht dat ik het leuk zou vinden. Ik dacht, reptielen heb ik niet zoveel mee. Ik vond het toch wel heel erg mooi om te zien hoe dat was en hoe die zo verschilt van die slang. Dus ik wil heel erg bedanken dat je me hebt meegenomen. Ik vond het heel erg leuk, ja. Ja, ik hoop dat je het ook leuk vond. Want als je het leuk vond, kan je een duimpje omhoog achterlaten. Vind ik leuk, even klikken. En dan kun je ook abonneren op het kanaal. En dan kan je nog veel meer vlogs zien hier op Burgers' Zoo. Dan zie ik jou weer volgende week. Ik was Chef Iederbeentje, Sjanne. Doeg!